De Jeugdboekenweek loopt van 15 tot 30 maart en kreeg dit jaar als thema gevaar. Boekhandel e-books is gespecialiseerd in kinder- en jeugdboeken. Ook zij nemen deel aan de Jeugdboekenweek. Het thema gevaar is natuurlijk een heel leuk thema, het is een heel breed thema. Je kan er van alles mee doen, er zijn heel veel boeken die erin passen. En we merken wel dat de kinderen het gehoord hebben op school of in de bibliotheek. Dus er komen ook heel veel boeken uit rond dat thema op het moment. Bij een goed kinderboek horen uiteraard mooie tekeningen. Illustratoren zijn heel belangrijk, zeker bij prentenboeken, maar ook bij boeken voor eerste lezers en kinderen tot een jaar of 10, die houden heel veel van tekeningen. En een illustrator die kan echt een boek meerwaarde geven, daar gevoel in leggen. Zeker bij de kleintjes zijn die tekeningen absoluut heel belangrijk. En wij mogen dan ook heel blij zijn in Vlaanderen dat we hele goede illustratoren hebben die internationaal beroemd zijn en die echt prachtig werk leveren. Gerda den Doven is er zo één van. Zij ontwierp de poster van dit jaar. Ik werk heel vaak in mijn boeken met een soort schaduwfiguren. En zo ben ik eigenlijk bij het idee gekomen, ik kan toch wel zo de gevaren van wel een vliegtuig en een beer en grote dingen en het gevaar van boeken. Dus alles zit erin en het werkt ook goed. En samen met de vormgever Chris de Meij hebben wij bedacht om dan ook die stroken te maken, zoals voor wegversperringen en schaduwspel te bedenken. Nou, dus is een blauw lijntje naar haar ogen gegeven? Van jou, waarom niet, hè? Ja. Om een echt boek te maken. Ja, ja. Ik merk dat de tekeningen de verbeeldingswereld opentrekken, maar het is niet dat ik zo één stijl heb waar ik alles op dezelfde manier oplost. Het is een beetje naar gelang mijn goesting en ik ben aan het zoeken en het proberen. Op 30 maart wordt het einde van de Jeugdboekenweek gevierd met slotfeesten in verschillende bibliotheken in Vlaanderen. Wil je weten wat er te doen valt bij jou in de buurt? Kijk dan op www.jeugdboekenweek.be.